Holmen. Mooi, Sander. Aanvoerder bij afwezigheid van Schaars. Slechte trap, zomaar in de voeten van Adouier. Daar gaat Jansen. En nu is het wachten op het juiste moment. Adouier krijgt er een kans in. En ziet zijn schot geblokt door Esteban. Uit het niets komt een kans. Nou ja, uit het niets. Uit een verkeerde bal van deze man. Niklas Mooijsander. Kijk naar Jansen, hoe snel die schakelt. De actie van Adouier mislukt in eerste instantie. Maar hij krijgt zelf een herkansing. En stuit dan op de doelman. Sigthorsson. Holmen. Waarom niet zelf? Gudmundsson. Hier is de hoekschop. Titon met twee vuisten. Nog een keer Titon. Weer twee vuisten. Bodor. Jansen heeft al gezien wat hij wil gaan doen. Dit is Roda op zijn best. En let op Jansen. Vier geven moet mee. Jansen is sneller. Jansen, er zal toch een goal uitkomen. Esteban voorkomt dat. Maar Jansen die komt met een sprint van over maar liefst 80 meter. Staat zelf aan de basis en bijna ook aan de afronding. Geweldige rode actie. Hier heeft hij al gezien wat hij wil gaan doen. Dan is het wachten op het juiste moment om die bal terug te geven aan Jansen. En dat gebeurt hier met de mee viergever. Maar opnieuw Esteban die goed kiept. K. Duwtje, Wernblom. Commentaar kan hij beter achterwege laten. Het gebeurt op 5 meter van Wegeres. Dat is een grapje van Wielaert. En dat levert deze reactie op. Eerst van Esteban en dan van het publiek. Adouier. De Loge. Jansen net niet. Gudmundsson. Alleen Sigthorsson voorin krijgt nu steun. Elm mee. Sigthorsson zoekt ruimte om te kunnen gaan schieten. Sigthorsson, geweldig solo. En de eerste goede mogelijkheid voor AZ verdwijnt uiteindelijk net naast. Jonker. Geen overtreding van Marcellus. Met andere woorden goed verdedigd. Moreno. Dat is wel een overtreding. En die komt op naam van Bodor. En die bal vliegt erin en die wordt onderweg door niemand aangeraakt. Zodat heel AZ 40 meter terug moet om de man te gaan feliciteren die hem maakt. Of wordt hij nog geraakt door Sigthorsson? Het zou kunnen dat hij hem raakt, maar dan moet dat met haarsprietjes zijn. Maar hij krijgt hem op zijn naam. Bodor. Skobu. Opvallend genoeg geen buitenspel. Skobu, bal rommelt, Adouier en hij wordt er uiteindelijk ingerommeld. En tot doelpunt gepromoveerd door Anouar Adouier. Mooijsander ziet de bal van richting veranderd. Het is uiteindelijk Jonker die hem maakt omdat Esteban de inzet van Adouier niet klem heeft. En hoe loopt dit af? Met iets meer dan een kwartier te gaan. Martens. Oh, 1-2. Nog geen minuut nadat Roda naast AZ komt. Schiet een invaller aan Alkmaarse kant. De 1-2 achter Titon. Martens. En K krijgt geel. Roda stapt voor buitenspel, maar doet dat op Benschop, maar die neemt helemaal geen deel. En dan moet K wel deze noodmaatregel treffen. Pluim. Mooijsander roeit die bal weer gewoon de andere kant op. Pluim, nog een keer. Het mooie is straf. Het is voor AZ doorkomen en overleven. Bij Roda is het gehaast geworden. Is het systeem eruit? Is dit de beslissing? Nee. Verre van dat zelfs. De naam is Elm. Hemte.
te laag. En onderschept door Moreno. K. Moet dat nou net niet gaan doen wat hij nu doet. Krijgt daarvoor geel. Krijgt rood. Zo. Ja, het is zijn tweede geel. En nog één keer lang. Maar de ballen komen niet meer precies aan. Het valt niet te corrigeren voor Roda. Volgende vrije trap. Weer de foul. Nee, ook mee naar voren. Maar ik zou hem maar nemen. Als ik vormer was, dat doet hij. Maar er staan er zoveel van AZ die bal gewoon wegschieten. En zo is Martens de laatste die in deze wedstrijd tegen een bal aantrapt. En is hij bovendien, met rechts nog wel, matchwinnaar. Lang bleef zijn ploeg ongeslagen. Tot aan vandaag.